Zaterdag bracht Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weitz beleidsmakers en andere stakeholders van de regio samen voor het jaarlijkse colloquium Stand van de Rand. Door de coronacrisis ging het dit jaar om een digitale editie. Stand van de Rand is een jaarlijks gegeven waarbij dat we proberen zoveel mogelijk maatschappelijke actoren uit de Vlaamse Rand samen te brengen. Dat gaat niet alleen over politici, ook vertegenwoordigers van verenigingen, ook gewoon burgers. Iedereen kan daar terecht. En er is één keer op een jaar waarbij dat we effectief een stand van de rand, een stand van zaken in de Vlaamse Rand opmaken. De verstedelijking van de Vlaamse Rand is voor beleidsmakers op alle niveaus een grote bekommernis. Meer en toegankelijk groen is daarom een prioriteit. Niet alleen in de grote natuurgebieden, maar zeker ook van eigenlijk de kern van de stad helemaal tot aan het buitengebied. Zodat we natuur kunnen brengen dicht bij de mensen, op wandelafstand, dat toegankelijk is. Maar ook zodat we de biodiversiteit een boost kunnen geven in de Vlaamse Rand. Vlaams minister Weitz maakt daarom samen met zijn collega Zuhal Demir een bedrag van 2,2 miljoen euro vrij voor kleine en grote projecten die onze regio groener maken. Zowel publieke als private partners kunnen een aanvraag indienen. En ook op vlak van taalstimulering geeft de Vlaamse overheid belangrijke impulsen de komende jaren. Zo wordt de komende 3 jaar 2,7 miljoen euro vrijgemaakt voor wie activiteiten organiseert die kinderen en jongeren de kans geven om hun Nederlands te oefenen. Bijvoorbeeld tijdens de zomervakanties. Die zomerscholen hebben tot doel om de achteruitgang van de kennis van het Nederlands bij leerlingen tijdens de zomervakantie tegen te gaan. Het is zo dat die elk jaar opnieuw de kloof toch vergroot tussen leerlingen die Nederlandstalig zijn van thuis uit of anderstalige leerlingen. Maar ook binnen de schoolmuren wordt de komende jaren samen met onder meer VZW De Rand ingezet op taalstimulering Nederlands. Het binnenbrengen van een taalbeleid op school is een ideale manier om bewust om te gaan met een aantal uitdagingen waar we toch voor staan, maar ook om oefenkansen binnen te krijgen, duidelijke afspraken te maken, verwachtingen te creëren. Het is een rol die wordt opgenomen door het Agentschap Integratie en Inburgering en VZW De Rand. Tot slot kwam tijdens het digitale colloquium ook het justitiebeleid in Halle-Vilvoorde aan bod. Justitie en politie hadden ook hier de voorbije maanden de handen vol met dossiers rond de inbreuken op de coronamaatregelen. Om verkeersveiligheid toch prioritair te kunnen blijven behandelen, worden tijdens de zomervakantie extra zittingen gehouden. De verjaringstermijn in verkeerszaken is vaak zeer kort, dus ik wil kost wat kost vermijden dat er verkeersinbreuken zouden verjaren omwille van die coronacrisis. Vandaar dan ook dat ik erop gestaan heb van een aantal extra themazittingen te onderhandelen. De Vlaamse overheid wil samen met haar partners uit alle beleidsdomeinen de komende jaren werk maken van de grote uitdagingen waar onze regio voor staat. De grootste uitdaging voor ons allemaal in de Vlaamse Rand blijft behoud van het Nederlandstalig karakter. Het groene karakter dat ook onder druk staat. We proberen daar weerwerk te bieden. Niet defensief, maar heel offensief door te gaan zeggen van nee, we gaan niet alleen de ontgroening tegenhouden, we gaan de vergroening gaan we financieel ondersteunen. Met extra middelen, 2,2 miljoen euro, die we nu op tafel leggen. Dat zijn de twee belangrijkste elementen. Maar anderzijds stellen we natuurlijk vast wat de mobiliteitsaspecten betreft. Nu in coronatijden ondervinden we dat iets minder. Maar de mobiliteitsinvesteringen, ik denk dat ik daar vorige regeerperiode extra impulsen heb gegeven. We moeten werk maken van die aanpak van die Brusselse ring bijvoorbeeld. Dat ligt nu allemaal klaar. Dat moet ook effectief uitgevoerd worden. Meer info vind je op de website van de Vlaamse Rand.